Dag kijkers. Goedemiddag fans, welkom op vrijdag 27 maart. De dag dat de geschiedenisboek erin gaat met slechts twee deelnemers van de E3. Renat. Ja, de eerste beklimming van de dag. Kasper. Wel ongeveer 30 kilometer. Nog steeds twee leiders aan de leiding. Een beetje van dat eten van Hannes Tahon. Onze assistent Hannes Tahon die krijgt nu een uitgebreid bordje. Het is opgedeeld in vakjes. En daar ligt wel wat op. Hè. Ik vraag me af, hoe gaat hij dat in godsnaam opkrijgen? Moet ik het eens beschrijven? Bovenaan, ja, beschrijf rechts, het. Bovenaan links ligt een stukje brood, een perzik, een stuk pudding. En dan helemaal rechts bovenaan een beetje Franse kaas. Rechts voor ons. Een stukje op Waalse grond. Dat is waar we nu mee bezig zijn. Ja, de beklimming 3 van de dag, La Hoop. Nog steeds met twee renners op kop. Matthias Norilde. Hij heeft nog krachten over. Op de Waalse wegen zitten we terug in Oost-Vlaanderen, waar we beklimming 6 voorgeschoten krijgen in de Knokteberg, oftewel de Côte d'Ieu, een beklimming van om de bij 1,5 kilometer, waar we zo nu naar het steilste punt gaan. Peloton volgt nog steeds op een kleine 18 minuten en dan kunnen we straks de finale gaan rijden. Met onder meer de korte keer en ook de Taaienberg. Water en kwaar. Matthias Norilde krijgt het nu heel lastig. We zitten op het stilste punt en wat krijgen we nu? Een aanval op een onverwacht moment. Kan ik het volhouden? Richting de Taaienberg hier wordt er vlug nog wat energie bijgespeeld bij Matthias van Borre, die heel sterk en fel. Matthias Norilde, sorry, het is nummer 3 inderdaad, Matthias Norilde. Hij heeft nog heel veel krachten over. Dat zagen we daarnet op de korte keer. Hij had een serieuze versnelling in de benen. En nu zijn we op een kleine kilometer van de Taaienberg. En plots ligt hij daar, hè, de Taaien? Ja. Plots legt hij er inderdaad. Zij zijn eraan bezig. Met z'n drieën dus nog. Afdaling van de Nieuwe Quaremont met Matthias Norilde die een klein probleempje had op de oude Quaremont waar hij naast het fietspad schoof, maar eerst de rug in het front. Dat soort prullen van. Ja, joh, met een trui mens, met dat god, verdomme, er staan 500 man hebben de baas. Dat is niet een fietspad.
Watch out for the bike paths, don't take them. We draaien hier rechtsop, Karnemelkbeekstraat. Inderdaad, en dus voorlaatste helling. Nog steeds 10 minuten voorsprong. Met z'n tweeën nog steeds in het front. De eerste tekenen van vermoeidheid zien we hier nu bij Matthias Norilde. Die de steuntjes aan moeilijk begint te krijgen. In de finale, de laatste 32 kilometer. Ja, we zijn hier in de straten van Haarlembeke en er is besloten om op een sprint af te gaan. Matthias Norilde zit nog heel sterk. Net toch al een mooie 205 kilometer. Nog 700 meter, dan moet het toch binnen zijn. Als hij tenminste in dat oplopende vlak niet stilvalt. Kijk Tom, moet zich blijven focussen. Ga je morgen nog een beetje voelen, niet? Dat je mensen zo gek kan maken om hier aan mee te doen, dat is toch fantastisch. Helemaal geweldig. En dank jongens voor het amusement, voor de amusement. Seconden ben ik dat even uit het oog verloren. Hoeveel seconden waren het? Prestatie, man, prestatie. Ja, beste wielerfans, zie het publiek hier in Haarlembeke die toch wel voltallig is afgekomen naar deze editie in 2020. Met als twee winnaars vandaag, Matthias Norilde en Jonas Benoit. Ja, mooi toch.